Velen van ons genieten wel van een wandeling op het strand. Hoewel er vaak veel afval ligt op de kust, verwacht je ook zeeschelpen, zeewier en misschien zelfs een zandkasteel tegen te komen. Je zal echter snel ontdekken dat er ook een hele hoop rare dingen zijn gevonden op het strand. Wil je weten wat de 10 raarste dingen zijn die zijn aangespoeld op het strand? Tienduizenden bananen, Nederland. Twee bewoners van de Waddeneilanden in Nederland ontdekten duizenden trossen onrijpe bananen op het strand in 2007. De bananen kwamen uit een zeecontainer die tijdens een storm van een vrachtschip was gevallen. Bewoners van Terschelling en Ameland stroomden naar het strand om wat gratis fruit te bemachtigen. Ondanks aanvankelijk opgewonden te zijn over deze onverwachte premie, realiseerden de inwoners zich al snel dat ze meer bananen hadden dan ze mogelijk konden eten. En de bananen konden ook niet meer worden verkocht. Ze zijn uiteindelijk gedoneerd aan Dierentuin Emmen en andere dierenparken in Nederland. Een beslissing waar de apen en olifanten het mee eens zouden zijn geweest. 9. Gigantische inktvis, Spanje. In oktober 2013 spoelde een enorme inktvis aan op het strand van La Arena in Catalonië, Spanje. Het werd gemeten op 9 meter en woog een ongelooflijke 180 kilogram. Het schepsel trok onmiddellijk menigte aan, waarbij sommige mensen zich afvroegen of het een prehistorisch wezen was. Het is echter een exemplaar van Architeutis dux, oftewel reuzeninktvis. Afgezien van de vermoedelijke grotere, kolossale inktvis, zijn de reuzeninktvissen de grootste ongewervelde dieren op aarde, met ogen die zo groot kunnen zijn als het hoofd van een mens. De meeste mensen zijn niet bekend met de reuzeninktvis, omdat het eigenlijk heel zeldzaam is voor mensen om een reuzeninktvis te zien. Deze enorme wezens leven in de diepte van de oceaan en verschijnen alleen op het oppervlak als ze doodgaan en toevallig aan land komen. 8. Dodelijke bommen uit de Tweede Wereldoorlog, Engeland. Hoewel de raarste dingen die aanspoelen angstaanjagend kunnen zijn, zijn ze meestal niet gevaarlijk. In 2011 spoelden echter bijna 100 bommen uit de Tweede Wereldoorlog aan op de stranden van Hampshire aan de zuidkust van Engeland. Men geloofde dat de bommen na 70 jaar in de oceaan waren verschenen als gevolg van de supermoon, een gebeurtenis waarbij de maan ongewoon dicht bij de aarde stond, wat de eb en vloed beïnvloedt. Hoewel ze oud waren, waren deze bommen nog steeds een groot gevaar voor de mensen om hen heen. Het strand werd onmiddellijk afgesloten om de onwetende voorbijgangers te beschermen en de Britse marine werd ingeroepen. Een bomverwijderingsteam was uiteindelijk in staat om de bommen in een vloedgebied te laten ontploffen. Deskundigen waarschuwen dat er in dit gebied meer van deze dodelijke bommen onder het water op de loer liggen. Strandgangers moeten dus nog steeds voorzichtig zijn. 7. Duizenden rubberen eenden, wereldwijd. In 1992 viel een krat van 28.000 rubberen eenden van een vrachtschip, wat een van de leukste strandontdekkingen aller tijden opleverde. De schattige eenden zijn ontdekt aan de oevers van Alaska, Hawaii, Australië, de Pacific Northwest, Zuid-Amerika en zelfs in het Noordpoolgebied. Er zijn nog steeds duizenden van deze kleine eenden die door de zeeën dwalen. Hoewel het beter was geweest om de oceaan niet te vervuilen met dit ongeluk, hebben de eenden een onverwacht positief bijeffect gehad. De eenden vielen van een schip dat van Hongkong naar de Verenigde Staten voer, maar zijn sindsdien over de hele wereld ontdekt. Dit heeft oceanografen een geweldige kans gegeven om meer te weten te komen over het circuit van de North Pacific Gyre en de Ocean Garbage Patch die erin ligt. Er wordt geschat dat duizenden rubberen eenden vastzitten in deze massa van afval en slip, gevangen in de wervelende stroom. 6. Prehistorische haaientand, Verenigde Staten. Myrtle Beach, South Carolina is een geliefde toeristische bestemming. De kilometerslange stranden krijgen bijna 100.000 bezoekers per jaar. Maar de 7-jarige Foster Fraser houdt er niet van om te loungen rond het strand. Als een enorme fan van alles wat te maken heeft met haaien, was hij tijdens zijn verblijf aan het graven langs een beekbed op zoek naar tanden, toen hij het soort vondst maakte waardoor een zeearcheleel groen zou zien van jaloezie. De jonge Foster groef een enorme tand uit, die met een doorsnede van 13 centimeter groter was dan zijn vuist. De tand behoorde eens tot de afschrikwekkende megalodonhaai, een heerser van de zeeën die 2,5 miljoen jaar geleden is uitgestorven. Aanvankelijk zagen Fosters ouders de haaientand als een met zand bedekte rots, maar na meer inspectie waren ze sprakeloos. Foster was een exemplaar tegengekomen dat vaak zelfs professionele diepzeefossieljagers ontgaat. 5. Legoman, wereldwijd.
Als je tijdens je ochtendwandeling op het strand een felgekleurde 2,5 meter lange legoman tegenkwam, zou je waarschijnlijk eerst even controleren of iemand iets in je koffie heeft gegooid. Maar dat is precies wat bezoekers van Zandvoort zijn overkomen in 2007. De legoman droeg op zijn voorkant de afgedrukte boodschap "No real than you are", wat letterlijk vertaalt naar "niet echt dan jij bent", een statement wat mogelijk wat woorden mist. In 2008 werd de mysterieuze legoman opnieuw gevonden in Brighton Beach, Engeland, en in 2011 in Florida in de Verenigde Staten. De Amerikaanse legoman had echter de woorden Ego Leonards en de nummer 8 op de achterkant, waardoor de guerrilla-artiest achter de legomannen Ego Leonard wordt genoemd, wat mogelijk verwijst naar de Nederlandse artiest Leon Keer. In 2015 werd er weer een pop gevonden, maar deze keer in een rivier midden in de stad Linz in Oostenrijk. De plaatselijke autoriteiten besloten de legoman voor het Brückerhuis Concertgebouw te zetten, zodat hij muziekliefhebbers kan begroeten. 4. Walviskots, Australië. In 2006 ontdekte een Australisch stel dat langs het strand liep een enorme stinkende rots. Het stel nam de beslissing van hun leven toen ze ervoor kozen om de ontdekking van 15 kilo naar huis te nemen. De rots bleek ambergris of walviskots te zijn en was meer dan €22.000 waard. Ambergris is een wasachtige substantie geproduceerd door potvissen om hun spijsverteringskanalen te beschermen. Ondanks dat het algemeen bekend staat als walviskots, wordt het feitelijk in de oceaan uitgescheiden en drijft het jaren voordat het aan wal wordt gewassen. Ambergris is zo waardevol omdat het al jaren in high-end parfumerieën wordt gebruikt. De stof werkt als een fixer, waardoor geuren langer op de huid blijven. 3. Enorme sneeuwballen, Siberië. Je associeert de bevroren Russische provincie Siberië waarschijnlijk niet met stranden, maar er zijn er genoeg. Met het verschil dat je er meestal niet komt om te zonnebaden. Het is vreemd om zandstranden bedekt met ijs en sneeuw te zien, maar wat er in 2016 plaatsvond in de buurt van een dorp bij de Golf van Ob is al helemaal bijzonder. Duizenden sneeuwballen stonden netjes langs een stuk strand van 17 kilometer. En ze waren niet gemaakt door de dorpsbewoners voor het jaarlijkse sneeuwballengevecht. Hoewel ze er vreemd uitzien, zijn de sneeuwballen, die variëren van een grootte van een tennisbal tot bijna 1 meter breed, een zeldzaam natuurverschijnsel. Volgens het Arctisch en Antarctisch Onderzoeksinstituut ontstaan ze doordat zich eerst vettig ijs vormt. Daarna kan een combinatie van de windrichting, de contouren van de kustlijn en de temperatuur leiden tot de vorming van dergelijke ballen. De sneeuwballen vormden zich nadat water in de Golf van Ob steeg en het strand bedekte met ijs. Net zoals kinderen sneeuwballen over een besneeuwd oppervlak rollen om grotere bolvormige creaties te creëren, rolde ijs op het strand langs het zand terwijl de getijden zich terugtrokken, waardoor de bevroren bollen ontstonden. 2. Het Montauk Monster, Verenigde Staten. Geen lijst met de raarste dingen die aangespoeld worden zou compleet zijn zonder een vermelding van het Montauk Monster. Ontdekt op een strand in 2008 in New York, is het monster sindsdien een onderwerp van controverse geweest. Ondanks het feit dat zoologen het monster snel identificeerden als een opgeblazen, rottende wasbeer, hebben mensen hun twijfels. Het dierenziektecentrum van Plum Island ligt vrij dicht bij waar het bizarre dier werd gevonden. Dit leidde tot geruchten over vreemde dierlijke hybriden en uit de hand gelopen experimenten. Om het nog erger te maken, weet niemand waar het karkas werd meegenomen nadat het was aangespoeld. 1. Zak met gespleten handen, Siberië. Deze vondst neemt absoluut de kroon voor de meest gruwelijke ontdekking. Op 8 maart 2018 merkte een visser in Khabarovsk, Siberië, op dat een menselijke hand door de sneeuw stak op het eiland in de Amur. Na verder onderzoek vond de man in totaal 54 afgehakte handen die aangespoeld waren in een zak. De autoriteiten werden onmiddellijk gecontacteerd, omdat de lokale bevolking begrijpelijkerwijs in paniek raakte. Geruchten deden de ronde over een gevaarlijke seriemoordenaar of een georganiseerde misdaadring. De onderzoekscommissie van de Russische Federatie nam al snel deze zorgen weg en legde uit dat de handen waarschijnlijk afkomstig waren uit een lokaal forensisch laboratorium. Het laboratorium gebruikte de handen als een vorm van identificatie en hadden ze, ten koste van de lokale bewoners, waarschijnlijk onjuist verwijderd. De commissie beloofde een volledige juridische beoordeling uit te voeren om het incident nader te onderzoeken. Laat ons in de comments weten welke ontdekking jij het vreemdst vond en wat jij van de video vond. Vergeet niet te liken, te abonneren en even op de bel te klikken, zodat je voortaan gelijk een notificatie krijgt als we de volgende top 10 uploaden.